Dat is dan een heel afstand. En waar niet? Een paar mannen. Ja, goed zo. Ja, die jongen. Ja, een paar handen. Ja, dat zijn ze wel. Dat is het. Nou, de burgemeester heeft hier door. Ja, dat, nou, dat dames en heren, allemaal van harte welkom op deze plek. Het weer is niet zoals het had kunnen zijn, maar dat hebben we niet in de hand. Maar we kunnen toch getuigen zijn van dit heel kleurrijke moment. Want voor u, meneer Beckert, is het een dag vol verrassingen. Klopt. U zou met uw vrouw ergens naartoe gaan. Ja, dan val ik er zo weer aan, ja. Ja, en ineens wordt u thuis opgehaald. En dan maakt u een tochtje door Nederwetten. En vervolgens staan we hier. Ja. U staat onder een afdak, dat is er speciaal voor gemaakt. Ja. Om daar heb ik de naad kunnen doen. Ja. Ja. Maar het is ook niet voor niets natuurlijk dat u vandaag in het zonnetje wordt gezet. Dat hebt u verdiend. Want als u om u heen kijkt, we staan allemaal bekende en vrienden en familieleden van u. U gaat Nederwetten verlaten. Dat klopt. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, wat gaat hij nou doen? Ja.
weg uit Nederwetten. Maar toen ik vervolgens hoorde dat u weer teruggaat naar uw geboorteplaats, naar uw geboortegrond. Toen dacht ik, ja, je moet eigenlijk in je leven soms ook cirkeltjes weer rond gaan maken. Ja. En u doet dat door naar Sint-Oederode te gaan verhuizen. Ja. Maar u hebt zoveel gedaan in Nederwetten, dat dat voor ons allemaal zoals we hier staan een reden is om u in het zonnetje te zetten. En ik ga een stukje van uw doopzeel, uw Nederwettense doopzeel, lichten. Want u bent al vanaf 1977 actief voor de ponyvereniging De Bosrakkers. Want u bent medeoprichter van de ponyclub. En in al die jaren, die lange reeks van jaren, heeft de ponyclub ook een zeer bloeiend bestaan gekend. U was van 1977 tot 1980 bestuurslid en voorzitter van De Bosrakkers. U was van 1977 tot 1989 wedstrijdcommandant van de 8 en de 4-tallen. En u bent vanaf 2002 erelid en steunlid ook van De Bosrakkers. Ik wil u daarmee feliciteren met het feit dat u voor De Bosrakkers die enorme betekenis hebt gehad. Waardoor bij uw vertrek uit Nederwetten u een gezonde vereniging achterlaat, dus een actief bestuur die het allemaal zal gaan voortzetten natuurlijk. En ik wil nog een paar dingen daaraan toevoegen, want de meeste mensen kennen u natuurlijk van De Bosrakkers, maar hier zijn ook een heleboel mensen die u ook nog van andere activiteiten kennen. Dat hebt u gezien al, hè? Toen u, in de eerste plaats de parochie, toen nog Sint Lambertus, want u hebt zich daar zeer verdienstelijk gemaakt, u hebt bij van alles geholpen, maar u was erg belangrijk ook acolyet bij uitvaarten. U hebt in de muziek heel erg veel gedaan. U bent vanaf 1998 lid van KBO en van de Mondharmonica Club De Luchthappers. Die prachtige naam. En u bedoelt met veel enthousiasme, doet u mee aan het maken van muziek. U moest altijd veel repeteren, daarvoor is mij verteld. Maar er werd ook veel opgetreden en dat was natuurlijk ook belangrijk. En we weten dat de KBO Mondharmonica Club altijd heel erg goed voor de dag komt. Ik kan u met heel erg veel plezier zeggen dat al uw activiteiten die u ondernomen hebt hier in deze gemeenschap, dat die niet alleen bij ons allemaal in Nuenen, Gerwe en Nederwetten en het Eenheid bekend zijn geraakt, maar ook op een hele andere belangrijke plaats, namelijk bij Hare Majesteit de Koningin. En zij heeft besloten om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En daarmee wil ik u feliciteren en ik ga u heel graag die versierselen opspellen. Sowieso. Van harte. Dankjewel. Doe het even op uw jas, dan gaan we het straks, kunt u het weer veranderen, want dan is het voor de foto leuk, hè? Ik prik er wel een kaartje in, maar dat moet erbij gaan. Kijk, staat u erg goed. Zo, ik ben er erg mee verrast. In ieder geval op de eerste plaats. Dank aan de burgemeester. Ook dank aan mevrouw. Want die tijd die ik weg was, is er natuurlijk ook steun moeten zijn. En de zaak op orde moeten houden. Gelet op de tuin en de spul onder elkaar. Wat de ponies en de ruiters betreft, heb ik bij mij altijd ingezeten. Al van mijn 14 jaar af ben ik bij de rijvereniging geweest en ik heb daar graag overgedragen aan mensen om de basis goed bij te brengen, een basis die waar je mee vooruit kan, waar je op een ander mee terecht kunt. Wat de monnikenclub betreft, ik ben een muziekliefhebber. Ik heb thuis zelf ook een orgel. Ik zit heel graag achter muziek, luister heel graag naar cd's. Ook daar heb ik mijn eigen zeer goed gevoeld en ook altijd fijn geweest. Maar ja, gelet op de leeftijd, dan moet ik hier op dit moment toch anders van niks anders doen. Ook daar. Ik dank die mensen ook die hier zijn. Nog van die club en Mies en Jan.
heel fijn dat je bij elkaar klaar bent. En ik ben er zo mee verrast. Ik denk, is het dat te doen? Ik moest mijn woonster naar de vrouw. En die zou mij ophalen. Ik zeg, maar blijft die dan? En dan één keer stond Jan Rooij met de kar voor mij. En de buurman die wist meer dan ik. En achteraf, ik vond dat wel prachtig. Prachtig. Ik, nogmaals, ik heb het graag gedaan. Ik wil iedereen bedanken. Iedereen die enthousiast is komen kijken. En heel erg bedankt. En het allerbeste met jullie iedereen. Oké, dank u wel. Beste Harry en zus, wij vinden het geweldig dat wij op dit feestje voor jou zijn uitgenodigd door de gemeente. En we zijn de burgemeester en zijn medewerkers zeer dankbaar dat ze ons niet overgeslagen hebben. Uiteraard zijn wij een muziekclub, dat betekent dat wij straks graag een paar nummertjes voor jullie zullen spelen. Harry, we hebben onlangs pas afscheid genomen van jullie, omdat jij bij je besluit bleef om te vertrekken naar Sint-Oedrode en niet bij de luchthappers te blijven. Wat ons zeer verdriet, want jij bent voor ons altijd een geweldig lid geweest en een trouwe man die alle taken die op zijn weg kwamen zonder meer uitvoerde. Als ik een vergelijking tref met de club, dan zou ik willen zeggen, wij hebben een trouwe huzaar verloren. Ja. Ja. Het beeld van een trouwe huzaar, dat komt bij mij op als ik aan jou denk. Ja. En ik wens jullie ook al het goeds op de volgende weg naar Sint-Oedrode. We zullen elkaar zeker nog eens tegenkomen. Tuurlijk, ik zou zeggen, bezoek onze concerten nog maar eens. Ja. Misschien komen we nog wel een keer meespelen, wie weet. Ja. Ja. Ik wil ook de gelukwensen overbrengen van het KBO-bestuur. Omdat die verder niet aanwezig konden zijn vandaag. En wij zullen al beginnen, dames en heren, met spelen Lang zal die leven. En zingt u al een duikkeels mee. Oké, heel erg bedankt. Thank you.